Opgave 42. Gegeven een driehoek ABC met hoek A is gelijk aan hoek B. En nu moet ik bewijzen dat zijde AC gelijk is aan zijde BC. Nou, dit bewijs hebben we eerder ook al geleverd. En toen hebben we een hoogtelijn getekend. Toen zijn we met de driehoek aan de slag gegaan. En gelijkvormigheid en congruentie. Nu gaan we het bewijs een keer anders aanpakken. Oké, ik moet aantonen dat AC is BC. Maar stel nou eens dat het niet zo is. Stel nou eens dat AC groter is dan BC. Ik bedoel, het kan, hè? Als ze niet gelijk zijn, dan is de een groter dan de ander. Oké, ik heb het plaatje opnieuw getekend. Ik heb hier hoek A, hoek B en hoek C. En hoek A, die is gelijk aan hier de hoek B1 en hoek B2, 1, 2 samen. Die twee hoeken zijn net zo groot. En omdat, en nu geldt dat AC groter is dan BC, moet er dus ergens op AC een punt D liggen, zodat AD en BD, dat die gelijk zijn aan elkaar. Dus AC is groter dan BC, ja, ligt op AC een punt D, zodat AD is BC. En nu geldt AD is BC. En hoek A is gelijk aan hoek B1-2. En AB is hetzelfde als AB. Hieruit volgt dat ik heb een zijde die hetzelfde is, een hoek die hetzelfde is en een zijde die hetzelfde is. Nou, dat ik twee driehoeken heb die congruent zijn. Dus driehoek ABD is congruent met driehoek BAC. En het congruentiekenmerk is zijde, hoek, zijde. Nou, omdat deze twee driehoeken congruent zijn, volgt eruit dat hoek A is gelijk aan hoek B1. Maar ja, het gegeven is dat hoek A gelijk is aan hoek B, ja, dat is hetzelfde als hoek B1-2. Dat betekent dat ik hier een tegenspraak heb gekregen. En dat betekent dus dat mijn aanname fout is. En de aanname was AC is groter dan BC. Nou, dat is dus niet waar. Op dezelfde manier kan ik ook aantonen dat AC kleiner dan BC ook zo'n tegenspraak krijgt. Denk er maar over na, want ik bedoel, het plaatje spiegelt dan. En daaruit volgt dus dat AC wel gelijk moet zijn aan BC.